Nou, zo ga je je hele ontwerp maken. Ik heb nu een soort poppetje gemaakt met twee sterrenogen. Je kan natuurlijk van alles verzinnen. Ja, wat je ook kan doen bijvoorbeeld is tekst erin zetten. Alleen bij tekst is het altijd lastig. Nou, op dit moment zijn de kinderen bezig met het ontwerpen van een lamp die met een zogenaamde lasercutter, een lasersnijder, wordt uitgesneden. En daar kunnen ze later een lamp van maken. En dit is een van de high-tech workshops die wij in de zomer of in de vakantieperiodes geven. En dit zijn medewerkers van Tetum in Enschede die de workshop geven. En dat doen ze niet alleen hier, maar dat doen ze eigenlijk in 14 gemeenten in Twente. En de bedoeling is dat kinderen hierdoor wat meer bekend worden gemaakt met nieuwe ontwikkelingen binnen de techniek. Hè. Werken met techniek, beroepen van de toekomst, laserprinters, 3D-printers, etc. En we hebben gewoon elke vakantie weer een ander soort workshop die we geven. En daarnaast organiseren we zelf ook in de vakanties ook nog wat workshops. Alleen dat doen we in verband met de coronacrisis op dit moment even niet. Daar gaan we in de herfstvakantie waarschijnlijk mee verder. Ik vind het leuk, ook vooral dat je zelf een lamp kan maken met de computer. En dat ze het dan uitprinten met zo'n machine met een laserstraal. Kinderen hebben ze een nieuwe techniek geleerd, bijvoorbeeld hoe kunnen ze het programma Inkscape gebruiken en hoe werkt een lasersnijder, wat kunnen ze met een lasersnijder snijden en de mogelijkheden en hoe kunnen ze ook aanpassen, een idee, ze hebben wel een idee gekregen hoe kunnen dat doen. Zij hebben een kit gekregen van ons met een ledlamp en een USB-kabel. En zij krijgen hun lamp gesneden met de lasersnijder en een folie als ze dat willen. Dan kunnen ze hun lamp ook aan elkaar zetten. Ja, in feite het is een combinatie tussen creatief en iets nieuw leren.